Oh ya Amal, welcome by dapurnya Mufrau. Het kok kanal war ik lekkere resepten met je deel. Wil je nooit meer mijn recepten missen? Abonneer je dan zeker op mijn YouTube kanaal en dat is gratis. Druk dan ook meteen op het belletje, want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. Snijd het groene gedeelte van drie lente uien in dunne plakjes. En snijd de rest in grove plakjes. Doe het daarna in de blender samen met 3 tenen knoflook, 3 kemirinoten en circa 200 ml water. Zet het daarna opzij. Snijd 3 tenen knoflook en 70 gram shallotten in dunne plakjes. Verhit wat zonnebloemolie in de koekenpan. Bak daarna de knoflook en de shallotten op laag vuur totdat het licht houtbruin kleuren is. Doe 1,5 liter water in de pan. En breng het aan de kook. Doe 500 gram runder gehakt in de hakmolen. Omdat mijn hakmolen klein is, doe ik het beetje bij beetje. Voeg de gebakken shallot en gebakken knoflook toe. Doe 2 theelepels bakpoeder, 2 theelepels rundvlees bouillon, 1,5 theelepel gemalen witte peper, 1,5 theelepel zout, 2 theelepels suiker en eiwit. En de ijsblokjes erbij. Ik gebruik 125 gram ijsblokjes. Maal deze daarna fijn.
Dudarna tah teheram tapioka mil, and the rest van de ijsblokjes erbij. Meng deze met je gaan goed door elkaar. Maak een test bakso voor de smaak. Als de smaak goed is, ga ik door met het maken van de balletjes. Eerst ga ik bakso gevuld met gekookt ei maken, net zoals je op het filmpje ziet. Diep iedere keer de lepel in het water, zodat je de vorm van de bakso makkelijk kan maken. Doe de bakso daarna in de pan met kokend water. Maak er daarna met je hand de balletjes van totdat het mengsel op is, net zoals je op het filmpje ziet. Kook de bakso dan op laag vuur totdat ze boven komen drijven. Schep de bakso uit de pan en laat het volledig afkoelen. Je kan het in een zakje doen en bewaren in de diepvries. Ik ga nu verder met het maken van de bouillonsoep voor de bakso. Bak de gepoeerde knoflook, lenteuil en kamerenoten in de olie van de gebakken shallot op middelhoog vuur totdat het dik wordt en hard is.
duhet darna in het voch in de pan waar in de bakso gekookt zijn. Breng het op smaak met een halve theelepel rundvlees bouillon, een kwart theelepel gemalen witte peper en een halve theelepel zout. Breng deze aan de kook op middelhoog vuur. Doe daarna de bakso erbij. Even proeven en als het nodig is, kan je nog wat bouillon, witte peper of zout toevoegen. Serveer de bakso met mie, mihoen of glasnoedels en eventueel met pak choi, Chinese kool of tauge erbij naar eigen smaak. Bedankt voor het kijken.